Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag in Impact zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers, zegt Isis straks in de documentaire. Niettemin kreeg Hans Polak de gelegenheid alle facetten van house vast te leggen. Overdag, maar ook 's nachts, ontmoette hij DJ's, dansers, gebruikers, de platenbaas, ouders, de muzici en organisatoren. En kwam tot de conclusie, house, gewoon uit je dak. Er zijn zoveel soorten house, echt is voor iedereen bijna wel wat. Maar voor mij is het net zoiets als, ik denk voor mijn ouders of zo, weet ik veel, de hippie tijd en zo zijn geweest. Ja, het hele klimaat dat eromheen zit, je kent alle mensen, het is gewoon gezellig. Let's go down to a party. Let's impact in the place. Where rhythm rules with energy, you can fully take. From wall to wall, a crowd out, sweating, way it's moving. I hope you're feeling what I'm feeling when I'm feeling fly. I hope you're feeling what I'm feeling when I'm feeling high. Maandelijks ongeveer. En af en toe bijvoorbeeld mijn nieuwjaarsfeest in een hal, in een loods. Ja, dat was zo. Dus, ja, niet echt veel feesten, nee, af en toe zeker niet. Wat is nou echt zo interessant aan house? Nou, gewoon lekkere muziek vind ik vaak. Ja, dat verschilt er wel, maar nou, lekker dansen gewoon. Uit je dak gaan. Totally full. Ja, parties worden er zelden in zo'n ruimte als deze gegeven. Kom je eigenlijk alleen maar buiten Amsterdam tegen. Dat je zeg maar van die concertzalen. Als je in Amsterdam dan zit je alleen maar te raves en zo. De loodsen. Wel ruiger. Het is echt een provinciehouse, zeg maar. Ja, kan je wel zeggen. Zeker wel. Volgens mij zijn het ook mensen die het net pas hebben ontdekt en even komen kijken wat het is en zo. En ja, die moeten nog echt in komen. In Amsterdam heeft iedereen ons vaak gezien en gehoord en zo. En als je naar Apeldoorn gaat, is het toch de eerste keer dat je in Apeldoorn bent. Ja, zijn reacties vaak veel enthousiaster om die reden. Ik was filmbelicht, ik dacht dat ik daarin zou verder gaan. Misschien komt het nog wel een keer, maar het is op een gegeven moment muziek geworden. En nu hebben jullie een band? Ja, een band, een platenlabel. En we zijn DJ's. I never wanted to be a DJ. Just got cast into it. You're the best now? Almost there. I have a few more people to kill. And then I'm going to be the best. Nee, zijn vader had een discotheek in de Bronx. En die is op een gegeven moment dichtgegaan. Dus toen kregen we alle apparatuur van hem. Twee draaitafels, mengpaneel, een paar versterkers, boksen en alles. We woonden toen in New York. En dat was net toen de house begon, zeg maar. Dus wij zijn, als een gek zijn we platen gaan kopen. We zijn gewoon met kratten vol met platen op een gegeven moment naar Nederland toe gegaan. Met het idee van, we gaan met al die platen naar Nederland en draaien. Dus ik kwam daar en ik hoorde al die bliepjes, al die acid-bliepjes. En ik dacht echt dat ik gek werd. Dat ik, wat is dit nou hier? Nou, toen ben ik de tweede keer teruggekomen. Toen ben ik gaan dansen. En toen
eind van de avond dacht ik van, shit, ik heb wel 5,5 uur achter elkaar staan dansen. Zonder ook mijn einddruppel te drinken en noem maar op. Helemaal in trans. Andere planeet. En toen was ik verkocht. Knak. Dit wil ik ook. Ik ben denk ik 3 of 4 keer per week aan het draaien ergens. Op de radio, in de matzaal iedere maandag, dat is vast. En in het weekend overal nergens, heel Nederland. Zoals DJ Dano. Hey, hallo en welkom, je bent weer bij de Grooveyard. Het is dit keer precies 10 uur. Dus ik ben dit keer dus niet te laat of net binnenkomen hollen. Tot 12 uur hebben we dus weer een heleboel te gekke platen voor je. En dit is de eerste. Ik ga maar van 2 uur en daar probeer ik het liefst 1 plaat van te maken eigenlijk met die kleine leveltjes erin, dus hoogtepuntjes en dan weer even terug en gewoon een soort sfeertje creëren, dat is wat ik probeer met mixen te doen. Je mixt de ene plaat met de andere? Ja, ik heb ook wel meegemaakt dat mensen naar mijn programma luisteren, die een hele gekke plaat hoorden, die me gingen kopen en toen kwamen ze thuis en toen zeiden ze, godverdomme die klote daar nou, dat mooie stukje wat ik juist zo te gek vind, dat zit hier juist niet in. Hoe lang zijn jullie nou zo bezig? Nou, vandaag vanaf 10 uur s'avonds tot 10 uur ochtends eigenlijk. De boot gaat door tot 9 uur, dus zo lang gaan wij ook door. Underground is. Absoluut. Zijn jullie ook nog underground of? Underground genoeg. Zo in de stijl van muziek, in de stijl van draaien. In de stijl dat we gewoon alles onafhankelijk gewoon zelf doen. En gewoon steeds maar blijven doorgaan. Ik schreef over popmuziek. En ik hoorde tot een bepaalde gevestigde orde zelf. Dat is me niet in dank afgenomen dat ik dus schreef over house als zijnde een bijzondere beweging. En ik vond het heel erg onbegrijpelijk dat iedereen alleen maar zei van daar wil ik niks mee te maken hebben, dat is geen muziek of dat is dit of dat is dat. Maar de reacties waren zo ontzettend fel dat ik ben echt gewoon in de band gedaan voor een tijd omdat ik gewoon durfde te zeggen dat house muziek was. House is vanzelf geboren. Het is niet gereguleerd of het is niet ontstaan uit de gesubsidieerde dingen of zo. Dus daarom wordt het minder geaccepteerd als. Het is ook niet bedacht door de muziekindustrie. Het is gewoon ontstaan en er bleek een publiek voor te zijn. Het is gewoon vanuit het poppubliek zelf voortgekomen. Vanuit een nieuwe generatie die hierin precies vond wat de gevestigde popmuziek niet te bieden had. House is apolitiek, het verzet zich nergens tegen. Het is alleen maar een kwestie van allemaal bij elkaar, ongeacht leeftijd, kleur, ras, wat dan ook, allemaal bij elkaar en gewoon een goede tijd hebben. And I think if you try and link it back to things in the past, I think that's actually wrong. I mean, you can do that in 10 years time and look back and say, yeah, that flowed from this one or that one. You know, you can say mods came from rock and roll or whatever. You know, et cetera, punk came from hippies and or whatever, but when something's happening at the time, it just makes its own path. Wat ik bij house gewoon opvallend vind, is dat mensen die van house houden gewoon uit alle verschillende lagen komen en alle verschillende soorten beroepen hebben of wat dan ook. Het is niet meer zo dat je per se in een kraakpand moet wonen, wil je een echte punk zijn of zo. Gewoon, het is wel degelijk in een aantal dingen antimaatschappelijk, denk ik.
Het lijkt wat betreft andere dingen meer op de hippiebeweging. Gewoon de ideeën van, ik bedoel, het is een jaren 90 versie, maar er zijn een heleboel vormen die je in de 60's zag, die je nu ook weer terugziet. Het idee van love and peace, of wat Celeste organiseerde, een psychedelic love party, daar hoefde je 10 jaar geleden niet mee aan te komen. Terwijl Celeste, die is net 18, die vindt dat de normaalste zaak van de wereld. Ik ging voor het eerst uit toen ik 13 was. Ik ben nu 18. Ja. Maar dat was dus de Melkweg dancehall naar DJ Per. Was even en zodoende ben ik ook in aanraking gekomen met mensen die al vaker naar parties gingen. En die heb ik leren kennen en ben ik ook naar parties gegaan op een gegeven moment. Ja, dat was leuk. Ja, als je danst, dan flow je gewoon met de muziek, ja, op of een gegeven moment. Of niet. Of je, ja, precies. Ja. En als je flowt, dan ben je gewoon, dan zit je erin, weet je. Ja. En, ja, een beetje met de tijd meegaan. Dus twijnen echt toch, kom op, weet je. Het is gewoon zo. Ja, ja, ja. Ja, en het is voor sommige mensen, ja, die vinden het heel vreemd, kennen het niet. En ja, het is vaak in Nederland zo, wat een boer niet kent, vreet hij niet. Ja, bijvoorbeeld als ik dans, ja, dan heb ik niet van, nou, dan doe ik 3 stapjes naar achteren en 2 naar voren of zo. Maar dan dans ik en beweeg ik en dan, nou, dat beeld ik dan uit mijn eigen oer, ik. En zo heeft Gert mij dus ontdekt, omdat hij zag iets in mij. Ja, ja, bij mij. Bij mij dus, identito. Ja. Jullie dansen allebei bij Quasar? Quasar, ja. Ja. Laten we het laatste stukje nog even proberen. Maar je deed nou iets te extreem, want hij is heel richting gevoelig. En als je dus echt ernaast zingt, dan pikt hij helemaal niks meer op. Het is het leukst als wij een heleboel energie op het podium genereren. En dat overslaat op de zaal, die ook allemaal, of waar ook een heleboel energie wordt gegenereerd. En dat komt weer terug op ons. En nou, uiteindelijk gaat dan, als het goed gaat, het dak eraf. Uit een, ja, ik noem het altijd maar een soort van familieproject. Iedereen die het leuk vond, die, ja, dat waren gewoon toffe mensen. En die hielden gewoon van leuke dingen in het leven. En daarbij hoorde die leuke muziek. En bij elkaar vorm je toch een soort van, ja, familie of zo. En nu wordt die familie dan wel heel groot. Maar ik hoop dat de boodschap blijft. Dat het gaat om, ja, een beetje geluk en plezier in het leven hebben. En niet alleen maar aan de nare dingen denken en zo. Nou, ik vroeger ging ik altijd naar de Stadleidsplein en zo. En dan hadden we nogal kak kwaad uit als we gingen stappen drinken. Ja, en toen ben ik wel een keer naar een feest gegaan. Het ging alles heel gezellig. En er was nooit ruzie en nooit wat dan ook. En ja, die kant ben ik helemaal opgegaan. Love and peace. Love and peace. Vroeger mocht ik hem echt niet. Ik heb hem een keer op zijn bakkers geslagen. En toen was het een kwalletje, weet je. Altijd aan het terroriseren, provoceren en zo. Maar de laatste tijd, nou, heb ik hem op feesten tegenkom en hij steeds beter begint te draaien, weet je. Ik vind van de DJ's, bijvoorbeeld Per is ook goed en je hebt daar nou in, Duff, of weet je. DJ Nuff, ja. En weet je, die jongens die draaien ook allemaal goed. Ik vind, hij heeft een, als hij dus goed bezig is, heeft hij een goede agressieve staal, jongen. En dan gaat echt die hele zaal, die gaat helemaal op zijn dakje. Laat hij zo die plaat, weet je, teruglopen of zo. Weet je, dat ze denken dat hij breakdown is of kortslating of zo. Dan komt er weer een spet erbovenheen, jongen. Ja, kijk, zo is hij, jongen. Weet je, maar je hebt ook van die mellows. Weet je, die draaien de hele dag, jongen.